Met een zonnebril van Sinner mag je gezien worden. In zo'n 15 jaar heeft dit rebelse merk 80% marktaandeel weten te veroveren. Europees timmert Sinner flink aan de weg. En de grote oversteek naar Amerika is inmiddels gemaakt. Sinner wordt in de markt gezet door groothandel en importeur Crystal Trading. Samen met Crystal Print, bedrukking van onder andere textiel voor relatiedoeleinden, vormen beide bedrijven de Crystal Groep. Romano Capuzzato en Paul Bijvoet zijn de drijvende kracht achter Crystal Groep. De start van het bedrijf kende een stormachtige groei. In die periode leerden de Crystal Groep en Rabobank elkaar kennen. Eind jaren 90 toen gingen we volop in de export en dat ging erg hard. Maar goed, dat moest ook gefinancierd worden. En toen zijn we naar de Rabobank gegaan en die hadden wel geloof in het verhaal. Dat was niet op basis van de cijfers die we toen hadden, want ja, we waren ook nog maar net van start. Maar op basis van vertrouwen wat ze hadden in ons als ondernemer en in het bedrijf, hebben ze toen ons wel gefinancierd. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. Dus. Als huisbankier zijn we heel trots op deze onderneming. De dromen die zij hebben, dat is de groei in Nederland en verder buiten. Daar willen wij graag een partner in zijn om die te verwezenlijken. En daar doen we alles aan. De wisselwerking maakt dat we elkaar heel goed kennen. En omdat wij veelvoudig overleg hebben met de interne afdelingen, weten we wanneer we moeten schakelen en dat we dan ook snel kunnen schakelen om die groeiambities te vervullen. Het bedenken en ontwikkelen van nieuwe producten zit Capuzzato en Bijvoet in het bloed. Denk aan een drijvende bril of Bluetooth in een helm. Zulke ideeën dragen bij aan de groeiambities van Crystal Trading. Ja, we groeien momenteel als speer en dat is natuurlijk fantastisch. Het betekent ook dat we internationaal gewoon heel hard gaan en ook doorbreken in landen waar we eigenlijk ooit van droomden, als in Amerika. En ook zelfs nu gaan we in China kijken of we daar ook eigenlijk onze business weer kunnen opzetten. En daar hebben we hele grote voorraden voor nodig, die ook weer eens gefinancierd zullen moeten gaan worden. En daar hebben we in dit geval een goede partner aan met de Rabobank. Ook als het gaat om het realiseren van de internationale groeiambities van Crystal Trading, speelt Rabobank een belangrijke rol. We hadden laatst een Chinese leverancier hadden wij over. En dat ging over de inkoop van de skihandel van volgend jaar winter. En ze konden op dat moment ons de prijs nog niet geven. Dat heeft ook te maken met de onrust die er is in China, hogere lonen, valutarisico's wat ze op dit moment lopen. Uiteindelijk vroeg ik aan ze van, kunnen wij ook in renminbi betalen, waardoor zij minder risico lopen en zeker zijn van wat ze binnenkrijgen. Nou, ik had alleen geen idee of we dat konden afdekken. Ik heb toen meteen Volkert gebeld, onze accountmanager, of daar een mogelijkheid voor was. Nou, die belde mij met een kwartier terug en die bevestigde dat dat inderdaad mogelijk was. En uiteindelijk konden we daardoor een hele goede deal maken. Op zo'n moment gaan wij direct aan de slag, snel schakelen met corporate clients en dan horen dat het lukt. Inmiddels hebben we al onze zaken ondergebracht bij de Rabobank, zowel verzekering als financiering van vastgoed wat we ook hebben. En dat is prettig. We hebben één contactpersoon, Volkert, en daar leggen we alles neer. Die kent ons bedrijf. Ook nu we steeds meer internationaal gaan, is de Rabobank voor ons een prima partij en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.